Ik ben de laatste gespreksronde erbij geweest. Dus ik viel een beetje met mijn neus in de boter, want de groep was al druk bezig. En wat mij opviel was er een buitengewoon levendige en stevige discussie over hoe het verder moet met de arbeidsmarkt. Maar we zijn eigenlijk ook in die groep even teruggegaan van, het wordt zo snel een discussie over vast contract of tijdelijk contract. Maar wat voor zekerheden hebben mensen eigenlijk nou nodig in hun leven om zich goed te kunnen ontwikkelen? En wat is daar dan vervolgens het belang van werkgevers en werknemers bij? Dus ik vond het een mooie discussie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat partijen met elkaar praten. Wat we eigenlijk in onze werkgroep ook aan het eind zeiden van, je kan deze discussie eigenlijk alleen goed voeren als er tussen verschillende partijen, werkgevers, werknemers, scholingsinstellingen, uitzendbranche, als er een beetje vertrouwen ontstaat, dat je samen naar een goede oplossing wil. Dan moet je eerst veel met elkaar in gesprek zijn. Dus dat is belangrijk. Ik hoop dat het eigenlijk oplevert dat we heel goed met elkaar gaan vaststellen. Hoe krijgen we vertrouwen in dat we met elkaar een gesprek kunnen voeren met al die partijen over de arbeidsmarkt. Dat je jezelf ook de ruimte geeft om zeg maar, over oplossingen te kunnen denken. Zonder dat je meteen zeg maar, elkaar afschiet op de oplossing. Maar dat je ook een tijd kan nemen om goed te brainstormen. Nou, daar zijn dit soort bijeenkomsten denk ik heel belangrijk voor.